Darmen is de titel van een zeer persoonlijke documentaire. Een door een Nederlander gefilmde brief vanuit een kloostergemeenschap in het Himalaya-gebergte. Beste Dirk, hier is hij dan. De brief die ik je al lang beloofd had te schrijven over mijn belevenissen in India. Omdat je zo langzamerhand wel eens wilde weten wat ik daar toch te zoeken heb. Er zijn heel wat manieren om God te dienen. Maar voor het leven van kluizenaar kiest slechts een enkeling. Hier, in Noord-India, in de Himalaya, op de berg Kailash, woont al 10 jaar Kailash Baba. Levend van wat de natuur biedt en van de toevallige gaven van een bezoeker. In winterse kou en stormen en in de hitte en de droogte van de zomer. Omdat hier de oervorm van religie, of in de woorden van Multatuli, de roeping van de mens om mens te worden, nog steeds beoefend wordt, kom ik hier al jaren. Aan een lange stok, zodat hij van verre zichtbaar is, hangt deze vlag bij de verblijfplaats van een sadhu, een heilige man, een kluizenaar. Waarheid, liefde en eenvoud vormen de pijlers waarop deze universele religie gevestigd is. Ik vroeg Kailash Baba wat eenvoud betekent. En toen wij nogmaals op een antwoord aandrongen. तुम्हारे नाम पर मिट जाने वाले वारी होते हैं। We hebben soms verschillende opvattingen over wat werkelijkheid is. En ik wil proberen je mijn idee daarover wat duidelijker te maken. We zijn hier vlak bij de oorsprong van de Ganges, die je dan ook dag en nacht hoort. Het leven is niet veel veranderd sinds ik een 10-tal jaren geleden voor het eerst hier kwam. Lang geleden, toen ik tot het besef kwam dat het leven van iedere dag eigenlijk alleen over de buitenkant van de dingen gaat, en dat er nog een andere werkelijkheid in en om de dingen is, waar ik nog steeds geen ander woord voor weet dan God, ja, toen moesten er in mijn dagelijks leven wel een paar bakens verzet worden. Omdat ik me van de ene dag op de andere in het kamp van de gelovigen bleek te bevinden, probeerde ik mijn ervaringen daar eerst eens uit. Dat viel niet mee. Bij veel christenen overheerst toch de gedachte dat God zich ergens anders bevindt en dat dat maar goed is ook, want dan heb je voorlopig je handen vrij. De noodzakelijke contacten met de schepper blijven meestal beperkt tot de zondagmorgen en mocht er ooit nog eens afgerekend moeten worden, dan zien we wel verder. Dat sluit niet erg aan bij mijn idee dat God alles in allen is. En wel 24 uur van iedere dag. Dat hij daarmee dus ook de gewoonste zaak van de wereld is. Zo gewoon dat het voor de hand ligt dat je hem over het hoofd ziet. Toen ik voor het eerst hier, op deze plek kwam, bleek iedereen het met me eens te zijn. En dat al eeuwenlang. Thank you.
De geloofscultuur heeft hier in de loop van de eeuwen een aantal verrassende verschijnselen te zien gegeven. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Omdat enige westerse achterdocht ten aanzien van de geneeskrachtige werking van geprevelde spreuken en het bestrijken van zieke lichaamsdelen met pauwenveren ook mij niet vreemd is, keek ik er in het begin nogal vreemd tegenaan. Toch vindt het allemaal zijn oorsprong in een diepe, onwankelbare zekerheid dat Gods aanwezigheid je nader is dan je eigen huid en dat geloof blijkt te werken. Er is in de loop van de tijd wel wat bijgebouwd, maar de mensen zijn nog dezelfde. Het wereldnieuws gaat grotendeels aan je voorbij. Veel vertier of afleiding is er niet. Als vluchten uit onze maatschappij het enige motief zou zijn, wat ik zo vaak hoor, dan begrijp je natuurlijk wel dat je het hier niet al te lang uithoudt. Wie vanuit het Westen hier arriveert, komt om redenen die meer te maken hebben met zijn binnenwereld dan met de buitenwereld. En wat hij dan vindt, is alleen een dagindeling. En die is dezelfde. Dag in, dag uit. Jaar in, jaar uit. De dag begint al om 4 uur 's morgens en meestal is het koud. Na een bad in de rivier, meditatie. Het vuur, dat altijd brandend wordt gehouden, is een symbool van vernietiging en vernieuwing en wordt vereerd als het element waarin het goddelijke zich het zuiverst manifesteert. Het aanbrengen van de gele strepen, de rode stip en de rijstkorrels is een rituele voorbereiding op de ochtendceremonie waarmee de dag wordt verwelkomd.
Nityam Nivaracharam Sarvari Sakshibhutam Vaditam Trimunaitam Satgurum Tam Namami Iedere ochtend vindt hier op verschillende plekken zo'n ceremonie plaats. Trouwens, de hele dag door is alles erop gericht om je bij de les te houden en je niet te laten afleiden door bijzaken. Het gaat om een confrontatie met jezelf die je eigenlijk wilt ontlopen. Bestaat in de christelijke cultuur de gewoonte om God met gij aan te spreken. Dat woord wordt verder niet veel gebruikt. In India kent men ook een beleefdheidsvorm en naast de gewone aanspreking is er dan nog het woordje toe. Dat kun je gebruiken als je kwaad bent op iemand. Ouders gebruiken het als ze met hun kinderen spreken en personeel wordt ermee aangesproken. Maar iedereen gebruikt het om God toe te spreken. Die benadering komt voort uit de overtuiging dat de hele schepping, inclusief de mens met al zijn goede en kwade kanten, deel uitmaakt van Gods wezen. Zoals Abel Herzberg zei, we leven in Gods droom. Een God die niet alleen vorm en grondslag van alles is, maar ook ervaren kan worden. जो आपके आत्मा के अंदर है वही ईश्वर है आत्मा के अंदर आपके आत्मा में अगर आप ध्यान लगा के सोचिए और विचारिए कि आत्मा के अंदर मेरी आत्मा क्या कह रही है एक आप तो आपके आत्मा में जब वो आवाज देगा कि मैंने ये अच्छा किया या बुरा किया वही ईश्वर है Shri Mataji, 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 Sh
Er zijn hier in de bergen wel meer van deze gemeenschappen. Leven vanuit eenvoud, waarheid en liefde kun je natuurlijk overal. Maar het moet wel geoefend worden. Zo leer je de andere kant van de dingen zien. De meeste Westerlingen zijn hier om te zoeken naar de kracht van stilte en eenvoud. Over het algemeen kunnen ze hier maar betrekkelijk kort blijven. Eenmaal thuis probeer je de geest zo lang mogelijk vast te houden. Maar dat valt in onze westerse samenleving niet altijd mee. Omdat je een goede vriend van me bent en ik weet dat je er belangstelling voor hebt, wil ik je graag laten weten wat de mensen hier beweegt. Het komt erop neer dat er in ieder mens een onweerstaanbare drang is naar zijn eigen geluk. Veel mensen gaan daarom op jacht naar geld, roem en aanzien, maar dat blijkt vaak de oplossing niet te zijn. Mijn ervaring is dat die behoefte aan geluk wel vervuld wordt als je het niet buiten, maar binnen jezelf zoekt. De opdracht van de mens om mens te worden. Sanatan Dharma heet dit in India. Dat is de eeuwige religie. Daar komt geen voorgeschreven moraal aan te pas en welke vorm je daarvoor kiest maakt ook niet veel uit. We komen allen voort uit hetzelfde principe en vormen één mensenfamilie. Allemaal kinderen van één vader. Hoe je die noemt en hoe je je respect en eerbied tot uitdrukking brengt is minder belangrijk. Dat is je eigen keuze. Hier is de leefregel Om Namah Shivaya. Of, zoals een christen zou zeggen, U wil geschieden. Here we're all concentrated on trying to bring God into our lives and how to live our lives with God as the head of the family, so to speak. So here we're doing our work together. We're carrying stones, we're carrying buckets of water, we're pulling the weeds out of the garden. Dat het begrijpelijk is dat mensen uit verschillende culturen zich verschillende voorstellingen van God vormen, illustreert het volgende verhaal.
That reminds me of a story of Ramakrishna. Ramakrishna told the story, there were four blind men describing an elephant. One man, he hold the leg, one he hold the trunk, the third hold an ear, and the fourth the tail. So the one who hold the foot, he said he's like a big tree. The one who hold the trunk is like he's like a boa boa, like a big snake. The one who hold the ear, he said it's like some thick leaf. And the fourth said who hold the tail is like a small snake. So all were right, but none of them completely. So like this, God is one, the truth is one. Those who know God, they will never fight about different names about Him. Na het middageten is er een rustpauze. Voor mij een goede gelegenheid om een paar mensen te vragen wat hen beweegt om hier te komen. I'm from Persia and since 5 years I'm living here. And in Muslim, in Islam, is one part, the written, one prophet in Muslim said, if you don't believe in Islam, you go and search, you will find, which what you are searching for. Waar ik de laatste jaren voor naar India kom, is toch het alledaagse religieuze besef wat hier heerst. En ik voelde dat toen ik hier kwam, dat ik een heel bijzondere welkom kreeg. En eigenlijk was het een plek die mijn hart raakte, waardoor ik me meteen thuis voelde. Laat je overigens door die kale koppen niet afleiden. Zelf vind ik het een hele opluchting. Behalve dat het hier praktisch is, helpen al deze uiterlijke veranderingen tevens om je bewustzijn een nieuwe impuls te geven. Want als het om je ziel gaat, dan moet geen middel onbeproefd blijven. Ma io vengo da un'estrazione cattolica, come la maggior parte di tutti gli italiani.
Ma prima di tutto per una questione molto semplice, perché penso che qui sia un incontro-scontro con se stessi molto più profondo e continuo, cosa che da noi in Occidente è un po' difficile, o almeno è vissuta sotto una luce diversa, oserei dire più esternamente che internamente. Hier ist das einfach offen, man muss ja nicht, auch wenn man hier ist, man muss nicht zum Hinduismus übertreten. Nicht? Das steht eigentlich über den Konfessionen, was man hier macht und hier lernt. Das ist absolut nicht gebunden an irgendwelche Konfession, sondern man lebt einfach natürlich. Die göttliche Verehrung ist sehr intensiv hier. Aber es ist nicht eingeengt, man wird nicht in irgendein Schema gepresst, sondern jeder kann eigentlich das dann zu Hause machen, was ihm am nächsten steht. Però per me è un po' come qui vivere giorno per giorno. E da noi è un po' come morire giorno per giorno. Ook werken wordt gezien als een vorm van yoga. Een methode om de vereniging met God te vinden. Werken, niet met het oog op de winst, maar met de naam van God op je lippen, toegewijd aan een doel voorbij je eigen directe belangen. Questo posto è il centro della terra veramente, non esiste un posto così universale, così accessibile a chiunque. Zoals alle anderen eindigt ook deze dag zoals hij begonnen is, met een ceremonie.
Je denkt misschien dat het hier om magische handelingen gaat. Om de goden gunstig te stemmen of iets dergelijks. Zo is het niet. Al deze rituelen en ook het zingen zijn een hulpmiddel om een geest voortdurend in conditie te houden. Het ritueel is de navelstreng met het absolute. De berg Kailash. Volgens de oudste religieuze geschriften van het hindoeïsme, de Veda's, de verblijfplaats van de goden. Onderaan de berg, in deze grot, verbleef vanaf 1970 geruime tijd Herakan Baba, Babaji. Ik heb je vaak van mijn liefde voor hem verteld. Door zijn aanwezigheid, die tot 1984 heeft geduurd, is alles hier ontstaan. Je komt zijn afbeelding dan ook overal tegen. Van waar hij kwam, weet niemand, maar op een dag was hij hier. En vanaf die tijd groeide het aantal mensen dat, overal vandaan, zich tot hem aangetrokken voelde. Babaji's boodschap was die van Sanatan Dharma. De eeuwige, universele religie. Over eenvoud, waarheid en liefde, zei hij... Once when I asked Babaji about true simplicity and love, he told me himself that truth is to follow the first impulse in our heart before our mind begins to think. And that simplicity is living within our means. And that if we do those two things, we have love. And that love is God. Natuurlijk was Babaji een guru. Over dat woord guru bestaan nogal wat misverstanden. Het betekent simpelweg leraar. En als het een hele eer is en een uitverkiezing om viool of pianoles te krijgen van een groot leermeester, dan spreekt het vanzelf dat je je gelukkig mag prijzen met een leraar als het om de kunst van het leven gaat. Christ, when he taught people to Nächstenliebe, now this I don't know what it means in English. I mean, this is the basic teaching of Christ, to love your neighbor, you know. That this is nothing else than what Baba told us. Baba didn't say you love your neighbor. He says you practice humanitarianism. This is the only form of worshiping God nowadays, is to love and serve humanity. And that is basically just another word. Christmas 1980, when I came, Babaji had us celebrated. He told us we should make play the Christmas scene. And he just said that much, and then he walked away and he let us work the whole thing out amongst ourselves. We have such a strong relation to our Christian background, to our Christian religion, that he wanted to activate that. Sabhi log panjikaran karane ke liye apne apne shaharon mein gaye. Jo jab jiska vivah ab Mary ke saath ho chuka tha, Mary ko lekar
نظارت گیا جہاں وے بیٹلے ہم قصبے میں رہے Kerstmis is niet alleen een dag voor het vieren van de geboorte van Christus, maar het is een uitstekende dag voor nog meer feestelijkheden. Behalve getrouwd wordt er ook geofferd op zo'n feestdag. Wat je iedere dag in de vroege morgen in het klein meemaakt, gebeurt op dit soort dagen in het groot. Bij die grote vuurceremonie is iedereen aanwezig. Dit is een beeld van vruchtbaarheid, van de schepping. En in deze eeuwenoude symbolen wordt die schepping met offers geëerd. Iedereen offert uitbundig in de overtuiging dat offeren aan het goddelijke een geschenk voor jezelf is. Bye-bye.
Dirk, dit is alles wat ik je nu te vertellen heb. Het is misschien niet genoeg. In dit soort zaken gaat het niet om woorden en beelden. Ik hoop dat je een idee gekregen hebt waarom ik zo vaak naar India terug ga. En wie weet, kun je een keer mee. Ik denk dat, ver van alle drukte, Kailash Baba, alleen op de top van de berg, de essentie het best heeft samengevat toen hij zei: God is één, zijn vormen zijn vele. Karalam mahakal kalam tripalam gunagar sansar param nato tusharadi shankashagaram gaviram manobhuti koti prabhashi shariram Ishwar Malikalloni Charu Ganga Lashatu Bhalu Bhalendu Kandhe Bhujanga Charat Kundaram Bhoshanitram Visharam Krishnananam Nilkandham Dayanam Bragadhish Charma Dit is de nieuwe Iconkrant. Daarin vindt u een interview met Henk Ponsin, de maker van het programma dat u zojuist hebt gezien. Behalve dat vindt u in die krant ook informatie en achtergrondverhalen over andere televisie- en radioprogramma's van de Icon. De Iconkrant is te bestellen door 3,50 gulden over te maken op Giro 606000 ten name van de Icon in Hilversum, onder vermelding van Iconkrant nummer 4. Dus 3,50 gulden overmaken op Giro 606000 ten name van de Icon in Hilversum, onder vermelding van Iconkrant nummer 4. Het jaaroverzicht van het...